een nieuwe video. Vandaag ga ik een oogschaduwpaletje testen. Dit paletje is een samenwerking van Nikki Tutorials en Beauty Bay. Hun hebben samen een prachtig oogschaduwpaletje uitgebracht. En toen ik die al zag online, ik dacht, oh my god, deze moet ik echt hebben. Nikki heeft niet heel veel samenwerkingen. We weten haar jaren geleden samenwerking met Too Faced dat niet zo goed ging. Op zijn zachtst uitgedrukt. Dus deze samenwerking gaat hopelijk een stuk beter. Al voordat ik zag hoe het paletje er echt uitzag van binnen, de kleuren en zo, dacht ik al gewoon, deze moet ik gewoon hebben. Want Nikki maakt altijd hele heftige, kleurrijke looks en zo. En daar hou ik ook altijd van. En als ik denk aan een oogschaduwpaletje van haar, dan denk ik gelijk aan veel pigment. Dus kleurrijk, veel pigment. En gewoon al met al een goed paletje. Dat was wat ik in mijn hoofd heb bij haar. Dus ik dacht al voordat ik zag, dit paletje moet ik hebben. En toen ik hem zag, vond ik hem ook alsnog super, super leuk. Dus heb ik hem gelijk besteld de dag dat hij er was. Ik had ook mijn e-mail ingevuld. Want dan werd je al van tevoren gemaild als hij kwam. En dan kon ik hem gewoon gelijk bestellen. Heb ik gedaan. Ik heb bij Beauty Bay vaker besteld. En ik had het gewoon binnen een paar dagen binnen. Echt binnen een week. Dus ik heb nooit problemen met Beauty Bay. Voor de mensen die Beauty Bay niet kennen. Beauty Bay is gewoon een make-up website vanuit Engeland. Dus wij kunnen daar makkelijk bestellen. Zonder douane of whatever te betalen. Ik hoefde volgens mij ook geen verzending te betalen. Want dat hoeft niet vanaf een bepaald bedrag. Al met al ben ik super super benieuwd naar dit paletje. En ik denk jullie ook. Want ik heb ook een aantal berichten gekregen of ik dit paletje ging testen. En dat ga ik zeker doen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik heb het zelfs nog niet eens uit de verpakking gehaald. Normaal haal ik het echt al gewoon uit de doos. Maar nou wilde ik dat niet doen. Want ik wilde de doos aan jullie laten zien. Normaal wordt alles gewoon in een normale kartonnen doos verstuurd. Maar deze doos is ook echt speciaal voor Nikki gemaakt. Nikki X Beauty Bay. Super, super leuk. En even kijken. Hier staat ook zo haar naam op en zo. Dus ik wilde ook eventjes gewoon deze verzenddoos laten zien. Omdat ik hem zo leuk vind. Er staat hier ook op limited edition. Dus dit paletje gaat wel weg. Dus als je hem wil, bestel hem snel. Ik zet ook de link beneden in de beschrijving. Nou, laten we de doos gaan openmaken. Ik heb het paletje gewoon nog niet eens gezien, jongens. Ik ga het gewoon samen zien, nou voor de eerste keer met jullie. Oh mijn god, de binnenkant is ook echt super leuk. Kijk even dit. Dit is de zin waarmee zij al haar video's begint. Hello guys, it's me, Nikki. Hello. Hello guys, it's me, Nikki. Hello. En dan staat hier NTX Beauty Bay. Ik vind het echt super leuk. En je kreeg dit er ook bij. Dit is zo'n gratis phone knob, zo op de achterkant van je phone, om je phone makkelijker vast te kunnen houden. Dat vond ik ook leuk, die kreeg je er gewoon gratis bij. En dan is hier het paletje, oh my god. Dit is dan het paletje, zo zwart met glitterig. En hier is een sleutelgat, heel erg leuk. En hierachter staat een kleine tekst van haar. Hello guys, it's me, Nikki. Hello, weer die zin. I'm beyond excited for you to finally see this, my palette in collaboration with Beauty Bay. I am so grateful for this opportunity and this time we're doing it right for everybody. This palette truly showcases my life and personality. You guys know that I'm all about bright and unique makeup looks, but this palette also shows a darker side of me. I can't wait to see the looks you'll create, from dark and mysterious to bold and uniquely you. This palette is my safe place, my temple, and this never would have happened without the support of my glow babies. I love you. Super, super cute. Ik vind de tekst ook heel erg cute. Ik ben ook extra enthousiast, vooral omdat haar andere samenwerking zo slecht ging. Ben ik heel blij voor haar dat deze waarschijnlijk gewoon hopelijk goed gaat. Ik ga hem eventjes openmaken. Dit is dan het paletje. Zoals je kunt zien is hier een hele felle kleurrijke kant. En hier is de dark side. Deze is meer donker. En dan hier achterop staat ook weer de tekst die ook hier op de verpakking staat. Super leuk. Ze had ook echt in haar een video verteld. Want ze heeft ook een video geplaatst op haar kanaal Avies over dit paletje. Dat ze echt zo twee sides heeft gemaakt. Omdat iedereen zo twee kanten heeft. Oh my god. God. Kijk eventjes al deze kleuren. Het zijn vooral felle kleurtjes, maar je hebt ook een aantal neutrale kleuren. Dus je kunt ook wel een neutrale look hiermee maken. En het is ook weer een mixje van matte en glanzende kleurtjes. En dan heb je hier twee spiegels. En eentje is een normale en eentje is een inzoom dingen. Een vergroot spiegel of hoe het ook heet. Deze hier is een normale aan de bright side. Oeh, en hier is de inzoom. Oeh, oké, daar gaan we niet meer in kijken. Dat vind ik een heel leuk concept. Ik heb nog nooit een paletje gezien met twee soorten spiegels. Dus dat vind ik echt heel leuk bedacht. Enige wat mij wel al gelijk opviel toen ik de kleuren al zag online. Is dat dit is dus de dark side. Maar ik vind de kleuren op zich niet echt heel erg dark ofzo. Dus het is iets donkerder dan de kleuren hier. Maar het is niet dat ik nou echt per se zie. Oh, dat is echt de donkere kant. Dus dat vond ik wel. Maar al met al is het echt een leuk paletje. Ik vind ook de namen heel leuk. Want een aantal namen zijn ook Nederlandse woorden. Zij komt af hier uit
uit Nederland. En ik vind het dus leuk dat ze dat een beetje hierin heeft gevoegd. Zoals even kijken. De nude kleur hier heet Basic Trut. Dus Basic Bitch is wat altijd iedereen zegt. En dan heeft ze Bitch veranderd in Trut. Dat vind ik leuk. Je hebt ook hier Zomer, de Summer. Maar dat heeft zij gewoon gedaan in het Nederlands. Zomer, Amsterdam. Dus dat vind ik heel erg leuk. Dat ze een beetje ja, ons landje heeft betrokken in haar paletje. Dat vind ik heel erg leuk. Deze kleur hier in het rood heet Mikai. Zo heette haar broertje. Die is overleden 2 jaar terug volgens mij. En zijn fave kleur was rood. Dus ik vind het heel leuk. Van haar. Dat had ze ook allemaal in haar video verteld. Waarom elke kleur heet hoe die heet. Daar ga ik nu niet al uitgebreid op in. Als je dat wilt zien, bekijk even haar video. Maar ze heeft ook echt nagedacht over de namen van de kleur. Dus ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Dus hiermee gaan we even een look creëren. Ik ben echt super enthousiast. Ik wil even een paar kleuren swatchen. Deze kleur al in is super apart. Deze kleur hier is een beetje zo groenig of zo. Kijk even hoe mooi. Oh my god, ik vind het echt prachtig. De glanzende kleuren voelen echt super heftig aan. Ik ga ook even een matte swatchen. Ik geloof niet echt in swatches, want ik vind dat altijd een beetje onzin. Dus ik ga ook niet het hele paletje swatchen, dat doe ik echt nooit. Maar ik vind het altijd wel leuk om gewoon de kleuren een beetje te voelen. En hoe alles aanvoelt en zo. Dus dat doe ik altijd wel. Maar swatches is voor mij altijd gewoon een beetje... Oh, kijk even dit pigment, jongens. Oh my god. Dit is echt insane. Dit is echt goed gepigmenteerd. Ik ben echt heel enthousiast. Zoals altijd ben ik weer aan het twijfelen of ik 2 ooglooks ga maken of 1 look. Ik weet dat bij mijn andere oogschaduwpaletje video jullie het wel leuk vonden dat ik 2 ooglooks had gemaakt. Dus ik denk dat ik dat nu ook gewoon ga doen. Dus ik ga 2 ooglooks maken op de ene oog 1 look en op de andere oog een look. Dus we gaan eventjes inzoomen op de ogen. Oké, we zijn lekker close-up op mijn gezicht. Zoals je kunt zien, by the way, heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb een lippotlood van Juvia's Place op. In de kleur So Rare is een bruin lippotloodje. Dan heb ik een lipstick op van Maybelline. In de kleur 930 is een prachtige nude lipstick. En dan heb ik de 3D Hydra Gloss op van Kiko in de kleur nummer 2. Ook een hele mooie nude gloss. By the way, wat ik net niet zag is dat je ook dit erbij krijgt bij het paletje. En dan hierachter staat een mini beschrijving van alle kleuren. En er staat er ook bij een kwastje of een vinger. En dat laat zien of je de kleur het beste kan aanbrengen met je vinger of met een kwast. Je kunt sowieso alles aanbrengen met een kwast. En bij sommigen staat er ook een vingertje bij, zoals bij die heftige glanzende kleurtjes. Dat vind ik ook heel leuk. Oké, let's do this. Dit wordt mijn kleurrijke kant en dit wordt de donkere kant. Ook waarom ik vaak 2 ooglooks maak wanneer ik een paletje test, is omdat ik dan meerdere kleuren kan gebruiken. En ik vind het altijd belangrijk dat ik zoveel mogelijk kleuren gebruik, want dan weet ik goed van het, wat ik van het paletje vind. Ik vind ook, by the way, de prijs van het paletje ook goed. €30 vind ik echt een prima prijs voor zo'n paletje. Tenminste als hij goed gaat werken. Maar stiekem twijfel ik daar niet over. Maar we gaan toch gewoon testen, obvious. Ik ga beginnen met de gele matte kleur hier. Die heet Vla. Superleuk Vla. Lekker Nederlands ook. En die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik hiervoor een fluffy kwast van Zoeva nummer 228. Dit is gewoon een hele felle matte gele kleur. En die breng ik ook best wel hoog aan. Wow, dit brengt best wel veel pigment aan voor een gele kleur. Geel is altijd wel een kleur die niet echt ja, verschijnt op mijn huidskleur. Geel is altijd een beetje een moeilijke kleur. Ik heb nou ongeveer 3 laagjes aangebracht. En ik vind dat die echt best wel goed verschijnt. I love it. Dan pak ik de matte oranje kleur. Die heet Redemption. En die breng ik daar een beetje onderaan. Ze heeft er, by the way, ook op het YouTube kanaal van Beauty Bay een video gemaakt. Die daar al op staat. En daarin maakt ze ook weer een hele leuke look met dit paletje. Dus je kunt echt al een aantal looks zien online. Zowel op haar kanaal als op het kanaal van Beauty Bay. Ook heb ik vandaag nog vanochtend een video gezien. Samen met Selena Gomez. Heeft ze een video geplaatst. Waarin ze zich ook weer opmaakt met dit paletje qua ooglook. En daarin maakt ze een hele naturel look. Dus dan kun je ook een hele goede naturel look zien met dit paletje. Mocht je daar interesse in hebben. Dan pak ik de kleur hier, donker paars. Die heet Slasher. Dan pak ik een kleine fluffy kwast, Zoeva 224. En die breng ik ook nog een beetje aan in mijn arcadeboog. En ook zo in de buitenste hoek. Om dit allemaal ietsje donkerder te maken. Dit wordt dus echt een hele kleurrijke look, jongens. Oh, I love it. Ik vind deze 3 kleuren zo gemixt met elkaar super mooi. Je kunt ook echt nog alle 3 de kleuren zien. Je ziet echt paars, oranje en geel. Ze blenden echt mooi in elkaar in zonder dat het gewoon 1 grote kleur wordt. Dat is echt goed. Dat laat echt zien dat de kwaliteit van de oogschaduw goed is.
Ik ben er echt heel blij mee, wauw. Dan ga ik heel even een halve cut crease maken. Ik gebruik hiervoor mijn Catrice Concealer en deze NYX Cosmetics Quad nummer 14. Dan ga ik op het ooglid twee glanzende kleuren naast elkaar aanbrengen. Ik wilde eigenlijk maar eentje doen, maar omdat ik gewoon meerdere kleuren graag wil gebruiken, ga ik er gewoon twee aanbrengen om ze gewoon allebei erin te faceren. Ik ga beginnen met de roze glanzende kleur hier, die heet Roxy Catan. En dan de nog heftigere roze glanzende kleur hier, die heet Pride. Ik ga beginnen met Roxy Catan. Ik maak ook mijn kwast nat met een fixing spray. En Roxy Catan ga ik aanbrengen van de binnenste ooghoek tot ongeveer het midden en dan die andere daarnaast. Wauw, dit brengt echt top aan. Kijk even hoe heftig en hoe mooi. Het brengt ook gewoon goed aan met de kwast. Je hoeft niet per se je vinger te gebruiken. Dat vind ik wel fijn, want ik ben niet zo'n fan van mijn vinger gebruiken. Echt heel mooi dit. Nou ga ik die kleur Pride ernaast aanbrengen. Kijk even hoe mooi dit is. Kijk even iets meer close-up. Zijn dit niet echt de twee meest prachtige kleuren ever? Super heftig. Het enige wat me wel opvalt is dat de kleuren een beetje korrelig zijn in het paletje. Kijk, zie je dit? Dat wel. Die was het ook, alleen deze onderste iets meer. Dat boeit mij niet echt per se heel erg als het maar niet te veel is. Af en toe is het echt te veel. Dit kan nog net. Maar dat is wel iets wat me opvalt en dat ik wel aan jullie wil vertellen. Dan pak ik weer een beetje van die donkere paarse matte kleur. Slasher breng ik weer aan met deze kleine fluffy kwast. Dan blend ik die hier weer een beetje in met de glanzende kleur, zodat het mooi in elkaar overloopt. Ik ga de kleuren nog heftiger maken, want onderin wil ik blauw aanbrengen. Onderin breng ik de donkerblauwe matte kleur aan Amsterdam. En die blend ik uit met deze lichte blauwe kleur. Die heet Plat Twist. Ik ga wel even een blauw oogpotloodje aanbrengen in mijn waterlijn. Deze van LA Girl in de kleur Cobalt. Is een donkerblauw oogpotloodje. Dan pak ik deze lichte zilveren glanzende kleur, die heet Ivy. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Zo, en dit is dan de kleurrijke lichtere kant. Wat vinden we ervan? Ik vind de look echt geweldig. De kleuren waren ook echt super fijn. Ik moet nog obvious mascara doen en nep wimpers en zo. Maar dat ga ik pas doen als ik het andere oog ook heb gedaan. Want dan kunnen we dat tegelijk doen. Ik vind het echt prachtig. Kijk even ook die glanzende kleuren. Oh my god. Ik had geen enkel probleem met geen enkele kleur. Zowel de matte kleuren als de glanzende kleuren hier. Alles blenden echt perfect. Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. Het is ook een heftige look. Heftige looks zijn niet altijd makkelijk om te maken. Maar dit ging echt top. I love it. Ik ben er echt super blij mee. Nou gaan we beginnen aan het andere oog. Dat wordt de dark side. Dus ik ga vooral de kleuren gebruiken aan de donkere kant. Ik ga beginnen met het lichtste nude matte kleur hier. Basic Trut. Ik denk trouwens dat je die kleur niet echt gaat zien op mijn huiskleur. Maar ik ga het toch gewoon proberen. Omdat ik gewoon veel kleuren wil gebruiken. Nee, dit is echt niet te zien op mijn huidskleur. Dit is denk ik wel ideaal voor mensen met een lichte huidskleur. Maar voor mij is het echt niet te zien. Ik ben vol met mijn vinger hierin gegaan. Oh my god. Er is gewoon echt een stuk van afgevallen. Oké, dit was echt dom. Oh my god. En dit was een van de mooiste kleuren. A few moments later. Ik ga nu in met deze groene kleur. Die heet Ew. Echt de meest aparte naam ever. Gewoon Ew. Die breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Ook weer met die Zoeva Fluffy Quast nummer 228. Dan ga ik in met de bruine matte kleur Mila. En die breng ik er ietsje onder aan, ook in mijn arcadeboog. Ik heb nog nooit bruin en groen gemixt. Dit wordt echt de eerste keer dat ik zoiets doe. Dan pak ik de donkerste bruine matte kleur, die heet 5AM. En dan pak ik weer dat kleinere fluffy kwastje van Zoeva, nummer 224. En breng ik deze kleur aan, vooral ook weer in de buitenste hoek. En ook weer een beetje in mijn arcadeboog. Wat ik wel een beetje mis in het paletje, is echt een donkere, donkere kleur. De kleur die ik nou aanbreng, is de meest donkere kleur in het hele paletje. Maar ik vind hem denk ik nog niet echt donker genoeg. Ik had het liefst nog een donkerdere bruin gehad ofzo. Of misschien gewoon zwart. Al moet ik zeggen dat die kleur best wel donker aanbrengt. Dat vind ik wel fijn. Ik vind dat het op beeld lijkt alsof het niet goed is geblend. Dat je hier zo een lijn ziet van het bruine en groene. Maar in het echte is het wel gewoon mooi geblend. Dus ik weet niet waarom de camera dat niet goed oppakt. Alleen dat doet hij af en toe. Maar jongens, believe me, in het echt is dit gewoon goed geblend. Het kost wel iets meer geblend dan deze kleur hier. Maar deze kleuren zijn ook gewoon makkelijker. Nou ga ik ook weer zoals hier een halve cut crease maken. Nu kan ik ingaan met al die groene glanzende kleuren die echt gelijk mijn aandacht trokken. Oh my god. Ik ga beginnen met de glanzende kleur hier, die heet Underground. En ernaast de glanzende kleur hier, die heet All In. Het zijn allebei een beetje groenige glanzende kleurtjes, maar allebei wel een soort andere toon groen. Wauw.
prachtig. Ik moet zeggen, al deze glanzende kleuren, ook die twee die ik hier heb gebruikt, het zijn geen normale glanzende kleuren. Het is een beetje een soort van folie of zo. Een beetje metallic-achtig iets, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is niet gewoon een normale glanzende kleur zoals je gewend bent. Het is echt een stuk heftiger. En dat vind ik echt prachtig. Het is ook een beetje zo nattig. Echt, I love it. Dit is een beetje een grijs-groenige glanzende kleur. En nou ga ik die kleur al in ernaast aanbrengen en die is echt iets meer groenig. Oh my god, kijk even al. Wauw. Dit is echt heel mooi. Dan pak ik weer die donkere bruine matte kleur, 5AM. En dan ga ik die ook weer hier inblenden met de glanzende kleur. Even een bruin oogpotloodje van Catrice in mijn waterlijn. Van die groene glanzende kleur is een heel klein beetje fallout. Maar het is echt heel minimaal. Die andere kleuren hadden helemaal geen fallout. Alleen maar deze groene glanzende. En dan breng ik de donkere bruine matte kleur 5AM ook weer aan op de onderste wimperrand. En dan ga ik het ook uitblenden met die andere bruine kleur Mila en de groene kleur Eeuw. Die ik dus allebei ook hier heb gebruikt. Ga ik ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan pak ik ook weer de lichte glanzende kleur hier, Ivy. En ook hier breng ik die aan in de binnenste ooghoek. Ik vind het altijd heel fijn als een paletje een lichte glanzende kleur heeft voor in de binnenste ooghoeken. Want dan kan ik die gewoon altijd zo mooi hier aanbrengen. Als een paletje dat niet heeft, dan breng ik daar altijd mijn highlighter aan. Maar ik breng sowieso altijd een lichte glanzende kleur aan in de binnenste ooghoeken. Zo, dit is dan de andere kant, de dark side. Heel erg mooi ook, heel erg donker. Die glanzende kleuren zijn ook echt amazing. Ik ben compleet impressed. De matte kleuren vond ik ook heel erg fijn. Zoals ik al net zei, het lijkt een beetje op beeld niet goed geblend. Maar het is gewoon echt geblend. Ik vind ook dat dit niet goed geblend lijkt. Maar in het echt is het gewoon goed geblend. Het pakt gewoon niet zo goed op beeld. Hier ook nog van ietsje meer close-up. Kijk hoe mooi het glanst. Echt prachtig, wauw. Oké, dan ga ik heel eventjes bij allebei een wing aanbrengen en mascara en nep wimpers. En dan kom ik zo bij jullie terug en dan kunnen we zien hoe de ooglooks eruit zien als ze helemaal af zijn gemaakt. De ooglooks zijn allebei af. Ik heb een wing gemaakt, mascara en wat nep wimpers. Ik heb weer mijn standaard Primark wimpers op in de stijl 747. Primark wimpers zijn echt mijn go-to wimpers. Stijl 747 van deze en ook stijl 730 van deze. Zijn allebei super heftig, maar super mooi. En als ik voor naturel wil gaan, dan heb ik ook deze wimpers, maar dan stijl 709. Dus deze wimpers zijn echt de shit, ook super goedkoop. Maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat over de oogschaduw. Wat vinden we ervan? Dit is dan de dark side. Vooral veel groen en bruin gebruikt. Ik vind het echt fantastisch. Super, super mooi. En dit is dan de bright side. De kleurrijke kant met lekker veel kleurtjes, lekker heftig en wat lichtere kleurtjes dan de andere kant. Wat is jullie fave? Donker of licht? Ik vind het allebei iets hebben. Ik hou vooral van de kleurrijke kant, omdat ik gewoon hou van kleurrijke looks. Ik vind deze andere kant ook heel erg draagbaar. Gewoon een mooie donkerbruine groenige look. Dit is echt gewoon een draagbare look die ik gewoon zou dragen naar buiten als ik iets ga doen of zo. Maar ik ben blij met allebei de looks. Let me know wat jouw fave is. Nou, we zijn weer lekker uitgezoomd. Dit is het van iets meer ver af. I like it. Ik hoef denk ik niet meer te vertellen wat ik van dit paletje vind. Ook voor de prijs, 30 euro. Best wel veel kleurtjes. Ook hele leuke kleurtjes. Je kunt echt een everyday look maken. Je kunt een heftige look maken. Ik vind de kleuren samenstelling echt top. En ik vind de formule van de glanzende kleuren echt amazing. Echt een stuk beter dan normale glanzende kleuren. Ik heb ook een aantal andere Beauty Bay paletjes ooit getest. En die kwaliteit is wel echt iets minder. Dus ze hebben echt een betere formule voor dit paletje gebruikt. De kwaliteit is echt goed en ik ben echt blij met allebei de looks. Ik raad dit paletje ook zeker aan. Ook gewoon als je een fan bent van Nicki, haal hem zeker, want dit paletje gaat wel weg. Dit is niet een paletje die forever blijft. Dus als je hem wilt, bestel hem nog snel. Ik vind het een goed paletje. Ik heb er letterlijk niks slechts over te vertellen. Ik ben ook heel blij dat ik mijn geld niet heb verspild. Af en toe is iets heel overhyped en dan heb je het en dan is het er niet eens waard. Dat is met dit paletje zeker te weten niet. Het is echt een goed paletje. Dus al met al ben ik heel blij met hoe de video is gegaan. Let me know, zoals altijd beneden in de reacties, wat je van de video vond. Van de make-up look, van het paletje. Heb jij hem ook? Heb je hem al gebruikt? Laat ons ook weten wat jij van het paletje vindt. Ik ben er echt heel erg tevreden mee. Ik ben heel blij dat ik nou dit paletje heb.
En ik ga hem ook zeker vaker gebruiken, vooral op mijn Instagram, omdat dit paletje, je kunt echt veel looks maken en dat vind ik echt tof. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!